Een hele goede avond allemaal. Deeltje 41 alweer van de live workshops met Miranda. En deeltje 7 volgens mij alweer van de verrassingskal. Dus, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag haken. Maar eerst ga ik jullie gewoon gezellig welkom heten. Hartstikke fijn dat jullie er alweer zijn in grote getalen, zie ik. Heel erg welkom. Leuk. Ik heb er zin in. Ik ben een beetje lui. Of ja, lui is niet het goede woord. Ik ben een beetje loom. Maar ik heb er zin in om weer even lekker te gaan knallen met jullie. Volle bak. Leuk. En er komen er steeds weer meer binnen. Dus dat is super. Hallo allemaal. Ik ga even uitleggen wat we nodig hebben vandaag. We gaan iets haken. Ik heb weer een opvlieger. En ik ga het haken in dit is mijn hoofdkleur. En dan heb ik deze als lichte bijkleur. En deze twee, en nog, ik had ergens ook nog een rood draadje. Die heb ik, ga ik ook gebruiken. Ik heb een hulpdraadje. En natuurlijk een bijpassende haaknaald. Een schaartje. Een stopnaald. Het mag ook een wat scherpere naald zijn, maar hoeft niet. En ik heb knopen. Ik heb er 4, maar ik heb er zelfs 8. Of nou ja, meer zelfs. Ik ga ze dubbel gebruiken. Je kan er ook 5 gebruiken. Dat is optioneel, maar dat zie je straks wel aan het eind. Als we de knopen gaan monteren. En nou, dat dus. Dus we gaan zo meteen beginnen met haken. Dus pak nog even alles erbij. Aan je mandje met garen en zo. En dan ga ik eens even kijken wie we allemaal al binnen hebben. Oh, zijn er nog? Ja. We hebben Anja en Henny. Marion is binnen. Marielle is ook alweer binnen. Aletta is van de partij. Goed zo, Aletta. Sorry. Cindy is in huis. Hi Cindy en Sylvia. En Christine is ook alweer binnen. Marco die is ook nooit afwezig volgens mij. En Angelique kijkt gezellig mee. Die is met de sjaal bezig. De knopen mag je zeker ook later monteren. Dat is niet van belang voor het project. Dat is iets wat we gewoon als laatste doen. Hi Marielle. Nou, en Elke is ook binnen. En die is bezig met potjes omhaken. Maar die kletst gezellig, of die luistert en kletst gezellig mee. Jullie kunnen ondertussen gewoon kletsen. Wat we gaan maken is verre van ingewikkeld. Dus dat scheelt. We hoeven alleen maar vaste te kunnen haken. Ja hoor, Henny, ga dan maar even je eigen persoonlijke boodschappen doen. Want we gaan over een minuutje of 5 beginnen. Dus ik ga eventjes verder met het inrichten van mijn tafel. Het is, even kijken, het patroon is, even kijken hoor. Maar liefst ...21 toeren. En de langste toeren zijn 26 steken. Dus het komt allemaal goed. Hi Rentia en Leonie. Rentia is bezig met een kussenhoes te haken. Leonie die komt ook weer gezellig kijken. Hartstikke goed. Dus we gaan iets heel simpels maken. Het is zo klaar. En dan wil je er misschien nog wel eentje maken. Of misschien nog wel 10. Want ja, alles wat we maken is altijd voor herhaling vatbaar. Nou ja, niet alles. Maar een heleboel wat we maken is voor herhaling vatbaar. Dus, voor degenen die later zijn binnengekomen. Een hoofdkleur. Een lichte bijkleur. En ik gebruik nog geel, rood en een beetje zwart. Maar dat is maar een kwestie van een paar draadjes hoor. Dat is niet kilo's garen. En dan gaan we zo meteen beginnen met dit patroon. Ik had vandaag geen goede schrijfdag, maar het is volgens mij wel leesbaar. Hey Mario is ook binnen. Je bent laat, Mario. En dan gaan we zo meteen die hele 21 toeren lekker haken. Volgens mij heb ik de laatste toer verkeerd opgeschreven, maar dat maakt niet uit hoor. Dat komt ook helemaal goed, alleen ik heb niet meer de tijd om dat te corrigeren. Maar dat merk ik snel genoeg, die paar steekjes die de laatste toer zijn. Dus, nog een minuutje of 4 en dan gaan we beginnen. Dus iedereen kan nog even snel naar het toilet nog wat te drinken pakken. Ik heb vandaag echte Chinese thee. Erg lekker. Mm. Ik heb vrijdag sushi gegeten. Nou wil ik nooit meer iets van sushi to go ketens. Ik heb echt sushi gegeten. Zo lekker.
Iedere sushi was een soort van explosie aan smaken. Dus dat was echt voor herhaling vatbaar. Maar daar gaan we even voor sparen. Dus dat was gelukt. En wat heb ik verder gedaan dit weekend? Ik heb aan een heel groot project gewerkt. Dus voor degenen die zich afvragen waar blijft dat danbord, dat komt van de week. Dat is af namelijk. Maar dat laat ik niet zien, want er komt nog een klein beetje extra iets leuks bij. Dus, Marianne is ook gezellig in huis. Kijk, zie je, het is maar goed dat ik altijd wat later begin. Want we zijn ondertussen alweer met 10 meer dan toen ik online ging. Dus, gezellig. Kom allemaal maar lekker binnen. Ik hou er gewoon rekening mee. Dat is het mooie, hè? Het gaat niet zo heel erg precies op de tijd. Maar de tijd tikt ondertussen gezellig door. Dus het gaat echt goed komen zometeen. Dan gaan we lekker even iets grappigs haken. Uiteindelijk is het weer een onderdeel van een groter project. Maar dat vertel ik in de toekomst wel. Want ik heb een heleboel grote projecten waar een heleboel onderdelen bij horen. En nou ja, ooit komt het allemaal bij elkaar. Maar daar komen jullie vanzelf achter. En dan gaat het niet over de snoezelmoffen. Want dat is een ander groot project wat ik heb lopen. Ik heb zoveel projecten. Maar ik deel het wel met jullie uiteindelijk. Dus het komt goed. Oh ja, wat je ook nog nodig hebt, ik denk al, ik vergeet iets, is het klosje garen natuurlijk. Waarmee je de knopen optioneel, die ga je wel aanzetten, maar dat hoeft niet per se nu. Maar het is wel handig om een klosje garen ook erbij te hebben. En je schaar en een hulpdraadje om de toeren te markeren, want we gaan in het rond haken. En dan hadden we natuurlijk 4 of 5 knopen of meer, zo jij wil. Maar dat is pas van latere zorg. Nou, nog een kleine 2 minuutjes en dan gaan we los. 31 mensen in de klas, of in de klas, in het café, op de club. En we zitten gewoon in een café, de bar is open, maar je moet zelf lopen. En ze hebben vast altijd wel wat je lekker vindt, dus... En bestellen ook gelijk even wat nootjes of wat koekjes. Ik begin met de hoofdkleur en in mijn geval is dat... Maar dit kan iedere kleur zijn. Hi Monique, leuk dat je er bent. Doe de groeten aan je dochter en toch grappig dat je eventjes gedag kon zeggen. Laat je dochter maar eens meekijken, misschien vindt ze het wel leuk. Ja, ik gebruik, wat is het? Ja, het is een beetje, het is 's avonds, hè, dus het is een beetje zalmachtig, rozig iets, maakt niet uit. Je komt er vanzelf achter dat het niet uitmaakt wat je hoofdkleur is. Heeft iemand nog de meteorietenregen of zo langs zien komen? Het schijnt dat we vannacht of vanavond vallende sterrenachtige dingen kunnen zien. Ik heb niet gekeken. Verder, wat heb ik gedaan? Nou, ik heb gewassen. En ik heb mijn bloemen in de tuin bewonderd. Zelfs de eerste tulpen bloeien al. Wordt hier een soort keukenhof. En we gaan beginnen. We gaan beginnen met de eerste toer. Ik ga hem eerst even uitleggen. We haken 6 lossen. Vervolgens, in de tweede losse vanaf de naald, haken we 2 vaste. Dan haken we 3 keer 1 vaste. En in de laatste... lossen haken we 4 vaste en vervolgens keren we dan om, maar dat ga ik wel laten zien. Want we gaan weer, hooray, hooray, een ovaaltje haken. Het worden geen schoentjes. Oh, Marielle, die 2 de palmen zou ik dan buiten gaan zetten. We beginnen met het haken van 6 lossen. 1, 2. Altijd een beetje los, hè? Lossen haak je altijd los, dat moet je echt onthouden, want daar moet je meestal iets in gaan doen. En dan moet ik in de tweede losse vanaf de naald. Dit is de eerste. Wat op je naald zit, telt nooit mee. Want dat zit op je naald. Daar kan je niks mee. Dus dit is de eerste. Die sla je over. En in de tweede haak je 2 vaste. Onder 1 draadje door, alsjeblieft. Marielle van de Kraat. Marielle die vraagt wat aan mij. Als je bent ingelogd op YouTube, dan kan je onderaan het filmpje... dan zie je een tekstballonnetje en dan kan je meekletsen. Marielle stelt even een vraag. Oké, ik heb dus in de tweede losse vanaf de naald 2 vaste gehaakt. Heb ik dat ook gedaan? Dat weet ik nu niet meer. Dus ik ga nog even opnieuw beginnen. Dus in de tweede losse ga ik 2 vaste haken. In de volgende 3 losse haak ik 1 vaste. Dus eentje in de tweede en de derde. Vierde en vijfde. Dus nu hebben we 2 vaste in de tweede losse en 1 vaste in de volgende 3 losse. En dan heb je nog 1 losse over.
En in de laatste losse haak je 4 vaste. En dan zal je zien dat je automatisch een beetje rond gaat haken. En dat komt goed uit, want we moeten aan de andere kant verder haken. Dus in die laatste haak je onder 1 draadje door. 1, 2, 3, 4 lossen. Nou, dan begin je eigenlijk al een beetje je staartje waarmee je hebt opgezet te omhaken. Dat is niet heel belangrijk in deze. En als je dan die 4 vaste hebt gehaakt, dan ga je in de volgende 3 steken 1 vaste haken. Maar waar zijn nou die volgende 3 steken als je terug gaat haken? Nou, ga ik je laten zien. Hier zie je de eerste. Dit gaatje, wat is ontstaan omdat je hier 4 vaste in hebt gehaakt, dat is je laatste losse. Nou, heb je hier dan 2 draadjes en je pakt gewoon het bovenste draadje en daarin haak je 1 vaste. En dan ga je verder kijken en dan pak je het volgende bovenste draadje, gewoon 1 draadje. En daarin haak je ook 1 vaste. En dan pak je het volgende draadje. En daarin haak je ook 1 vaste. En dan in de volgende steek haak je 2 vaste. Dus om dat draadje heen haak je 1 vaste. En onder datzelfde draadje door haak je nog een vaste. En nou heb je, als het goed is, 14 steken in het ovaal. Ga je tellen vanaf de naald. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nou, dat klopt als een bus. En dan ga je je hulpdraadje ertussen steken. Even kijken wat Marielle schrijft, een heel verhaal. Oh ja. Marielle die heeft een leuk puppy. Mag je plaatsen hoor op de Maak het met Miranda Facebookgroep. Oké, dit was dus de eerste toer. En dan leg je je hulpdraadje, die leg je dus op je werkje na de laatste steek die je hebt gehaakt. Dat was toer 1. Dan heb je 14 steken. Ik steek vast mijn naald in de eerste steek van de volgende toer. En dan ga ik even wachten om te kijken of dat iedereen bij is. Ja, ze heeft een heel leuk zwart-wit puppy. Schattig hondje. Ja, ik zie nog wel eens foto's langskomen die jullie niet zien. Oh. Nou, Marielle die begrijpt helemaal hoe het systeem werkt. Hartstikke leuk dat je erbij bent, Marielle. Ga ik toer 2 uitleggen, want ik neem aan dat dit op zich wel lukt. En ik ga dus uitleggen wat we in toer 2 gaan doen. Nou, we gaan 4 keer meerderen. We beginnen met het haken van 1 vaste. En dan in de tweede steek haak je 2 vaste. En dan haak je 4 keer 1 vaste. Dus 4 keer 1 vaste in iedere steek. En dan haak je weer in de volgende steek 2 vaste. En dan ga je het hele riedeltje herhalen. Dus je begint weer met 1 vaste. En dan weer een meerdering in de volgende steek. En dan haak je weer 4 vaste. Nee, we gaan geen schoentjes haken. En dan haak je weer een meerdering en dan zal je zien dat je precies rond bent. En dan heb je dus 18 steken in het rond, maar als je goed uitkomt, dan hoef je niks te tellen. En dan hebben we nu dus een iets groter ovaaltje. Oh, ik vergeet helemaal te zeggen, we hebben ook vulling nodig. We hebben ook vulling nodig. Jongen, jongen, jongens, ongeveer het belangrijkste van het hele project. Ja, de voorbereiding is weer heel geweldig. Nou. Oh, ik heb dit weer niet goed gedaan. Maar ja, ik was weer zuinig met mijn papier. Oh. Zou het kunnen zijn dat jullie al klaar zijn? Als jullie nog niet klaar zijn, ga rustig door. Ik leg vast even toer 3, 4, 5 en 6 uit. 18 vaste in het rond. 3, 4, 5 en 6. 4 rondes, 18 vaste. Dus 1 vaste in iedere steek.
Dus ik laat twee nog even openstaan. Nou, Sylvia, als je net binnen bent gevallen, dit is zover zijnde nu. Dus je kan snel... Als je 17 steken hebt, Anita, dan doe je er nog eentje extra in de laatste die je hebt. Dan doe je er 3 in plaats van 2 in. Het is allemaal geen precies werk. Als je maar wel eindigt met 18 steken, maar smokkelen mag altijd. Dus, wie kwam er net laat binnen en zei van ik pak later wel op. Je kan dit nog even snel overschrijven. En door 3, 4, 5 en 6 zijn gewoon 18 vaste in het rond. Dus ik ga hem weer terug naar deze kant. En ik begin vast met door 3, 4, 5 en 6. En vergeet niet om dat hulpdraadje mee te laten helpen, hè. Oh, sorry Sylvia. Dan... Ja, beter kan ik het niet maken. Hi Johanna, ook weer van de partij. Oh, Karin, als je snel bent, kan je dit even overschrijven. En dan kan je gewoon meedoen. Het is namelijk niet een heel ingewikkeld patroontje. En toer 3, 4, 5 en 6 zijn gewoon 18 vaste in het rond. Dus voor de mensen die laat binnen zijn gekomen en nog mee willen doen, dat kan gewoon. Ga even snel opschrijven en dan kan je rustig meehaken. Ik raak gewoon in mijn eigen niet al te snelle tempo, dus jullie weten hoe het werkt. Nee, ik wacht altijd een minuutje of 7, 8 en dan ga ik wel beginnen altijd, dat wist wel. Want in principe beginnen we natuurlijk om 7 uur. En dan krijg je zo meteen een soort kommetje en dat klopt, het wordt geen schoentje. Ik haal mijn draadje er niet uit, ik keer hem gewoon weer naar de andere kant. Ja, dit is een verrassingsprojectje, dat klopt. Dus je weet ongeveer tegen het einde wat we gaan maken. Dat is best wel grappig volgens mij. Dat je het niet weet wat je aan het doen bent. Nou. Ik haak onder het hele veetje door. Dus onder beide draadjes van het veetje. Je haakt onder één draadje door als het wordt gezegd. Als het nooit wordt gezegd, dan haak je altijd onder beide draadjes door. Dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt eigenlijk voor alle patronen die je leest. Tenzij anders vermeld, haak je altijd onder 2 draadjes door. Rondhaken is nog makkelijker dan heen en weer haken, want je hoeft niet te keren. We zijn nu trouwens niet rond aan het haken, maar we haken wel in het rond, maar we haken een ovaaltje. Nou, ik ga hem ondertussen even omdraaien naar de volgende bladzijde, want ik neem aan dat jullie nu wel weten wat we aan het doen zijn. Als het niet zo is, dan trek je aan de bel en dan zet ik hem weer terug. Is er buiten een vogel aan het tekeer gaan? Nachtegaal. Mario is klaar. Nou, dan mag jij gaan afwassen. En dan haak ik rustig door. Ik bedoel, die bar die wordt niet vanzelf schoon, hè, natuurlijk. Kunnen jullie de vogel horen? Want in principe, het is pikdonker buiten, dus het is heel gek dat hij zo aan het fluiten is. Oh, Marco. Mijn sterrenbeeld komt eraan. Marco heeft mijn sterrenbeeld gemaakt. Op dinsdag ga ik altijd mijn pakjes ophalen, Marco, dus... Oh, de afwas is al gedaan, zegt Mario. Nou, dat is fijn. Dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Goed, was het maar zo. Dream man. Oh, kijk, je mag, bij Monique mag je ook eventjes door. Je staat aan de andere kant van de zaak achter de bar. Voor de mensen die geen idee hebben en later terugkijken, wat doet ze nou allemaal?
Er wordt gechat ondertussen en daar praat ik tegen. En je kan de chat terugkijken als je op het tekstballonnetje klikt onder de video. Ja, ik heb vandaag grapjasjes gegeten. Ja, ik weet niet. Oh, dat komt misschien door die sterrenregen. Oh, nou is hij stil. Bij Loes is ook nog aan, wordt ook nog gefloten. Oké, volgens mij moet ik nog eentje doen. Als je nou de tel kwijtmaakt, is er ook niks aan de hand. Want dan wordt het gewoon een ander modelletje, maar nog steeds prima. Als je maar wel gewoon de toeren goed doet. Dus geen steken verliezen. Karen vraagt aan wat ik heb gegeten. Ik heb gegeten vandaag. Ik had 2 pakken bietjes liggen. Biologisch dynamisch verantwoorde bietjes bij de Lidl vandaan. Uit mijn Too Good To Go pakketten van de Lidl. Maar ik had geen spek. En ik vind bietjes moet je eten met spek. Die bietjes lagen er al weken in. Want die zitten in een verpakking die houdbaar is. In ieder geval tot juli. Ik weet ook niet waarom ze in het pakket zitten. Dus... Maar nu had ik eindelijk speklapjes. Dus ik heb speklapjes met aardappels en bietjes gegeten. Ja, dat was best lekker. En wat hebben jullie allemaal gegeten? Ja, ik vind bietjes lekker met speklapjes. Ik denk ook dat ik ze gedaan heb. Henny heeft zuurkool gegeten. Oké, ik ga even toer 7 vertellen. Toer 7. Je haakt 4 vaste. Dan haak je achter elkaar, in de 4 steken, 2 vaste. En dan haak je 10 vaste. Dus je haakt 4 steken achter elkaar een meerdering. Oh, Loes heeft Chinees gehaald. Nou, daar had ik nou dus eigenlijk ook wel een keertje zin in. Maar ja. Oké, dus... Oh, ik heb grapjasjes gegeten. Oh, dat! Nou... Waar is het? Ik heb wel iets anders leuks. Even pauze. Ik werk dus in de Beep, hè, voor de mensen die dat nog niet weten. En dit is een nieuw boek. Maar het leuke is dat... Dit zijn koekjes, receptenkoekjes uit antieke kookboekjes. En die antieke kookboekjes die ze gebruikt hebben, staat netjes een bronvermelding in. Dat zijn kookboeken die zijn gedateerd van circa 1514 tot, waar was het, 1867. Dus dat zijn hele antieke recepten, maar die dingen hebben hartstikke leuke namen. En het is heel erg maakbaar, zeg maar. Verzoek hoor, waar was nou de lijst met hoe de koekjes heten? Altijd uitkijken met copyright, hè, als je dit doet. Oké. Okay. Aalbessen, anijskoekjes, appelkoekjes, beschuit of biscuit, brabbelkoekjes, kolombijntjes, evenveeltjes, ezelsoren, Franse mondvoortjes. Er is nog een mondvoortjesrecept. Hier staat er nog eentje, maar dat zijn andere, hele andere koekjes. Frederikjes, gebakken veldmuizen, Haarlemmer balletjes, halve maai. Nou, hoerenkoekjes, Hubertusnoten, ik weet het allemaal niet hoor, maar... Het zijn echt hele leuke en maakbare recepten. En kijk, kennen jullie churros? Die Spaanse deegdingen die gefrituurd worden en dan met suiker. Ja, nou, mijn rug, dat zijn dus helemaal niet Spaans. Het oude recept staat erin, dat is niet... En het nieuwe recept staat erin, dat is dan omgebouwd naar nu... Maar dat is dus ook... Dit is hetzelfde als churros. Alleen hier heet het pâte de cutin. Toevallig weet ik dat het hetzelfde recept is. Nou, oh, dit wil ik maken. Brabbelkoekjes. Nou, dat lijkt me toch zo lekker. En in het boek staat dat alle koekjes die je maakt... moet je eigenlijk uit de oven een beetje af laten koelen en opeten. Nou, toer 7 gaan we doen. Dat was weer even kletsen tussendoor. Maar we gaan wel door, want anders komt het niet af. Ja, nou, het is misschien een idee voor als we ooit meet en greet gaan doen. Hè? Als we meet en greet gaan doen, dan... Pak ik gewoon 3 dagen koekjes. Doe ik alleen geen workshops. 4 vasten. 4 keer meerdere. Ook Karen heeft van de Griek gegeten. Oh, lekker. Ik heb veel in Griekenland gebivakkeerd. En daar was uit eten gaan goedkoper dan zelf koken. Heel raar. En lekker.
Maar na 3 weken, daar ben ik er ook wel weer klaar mee. Want zo uitgebreid is de kaart nou ook weer niet. En als je iedere dag uit eten gaat. 4 keer meerdere, dus 4 keer 2 steken in 1 steek haken. En dan eindig je als het goed is met 10 vaste. En ben je klaar met 22 steken in totaal. Dus ik ga nu 4 keer meerdere. Het is rood en zit te snacken. En het heet Frits. Ook Karin, lekker morgen nog een keer. Dat is met de Chinees ook altijd. En dan toer 8, hè, want we racen gewoon door. Het is veel van hetzelfde met andere getallen. Dus we gaan weer nu 6 vaste haken en dan 4 keer meerdere en dan 12 vaste. En dan hebben we 26 steken in het rond. En dat was het, de langste toer. Dus dan weten jullie dat vast. Nou, dat is helemaal makkelijk, Karin, om dinsdag de kliekjes te eten. Als je hebt gewerkt. 6 vaste en dan 4 keer meerdere weer. Ja, kroontjes met spek. Kom je ook uit Rotterdam en de omgeving, Carla? Want daar eten we inderdaad kroonten met spek. Ik heb ergens een foutje gemaakt. Oké, maar voor degenen die wel zover zijn. Toer 19, 11, 12 en 13 haak je 26 vaste in het rond. 19, 11, 12 en 13, 26 vaste in het rond. Krootjes met spek, dat is bietjes, maar in Rotterdam zeggen we kroten. En spek is gewoon speklapjes. Dus 19, 11, 12 en 13, 26 vaste in het rond. En ik ga even uithalen. Nee, we haken niet Donald Duck, maar het is wel inderdaad, als je snaveltjes wil haken, dan is dit een hele ideale manier. Maar het wordt geen Donald Duck. Nou, eens even kijken of ik de vorige toer goed heb gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oké. Ik ben in de vorige toer al misgegaan, dus gaan we even ook weer uithalen. Ja, Marco, inderdaad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dan 2.
ben nu als een malle aan het haken, want ik loop nu natuurlijk achterna met jullie, hè. Ik heb wel twee hele toeren uit moeten halen. Vier. Wacht even hoor. Vijf. Zes. Zeven. Oh, wacht even hoor. Ik kom bij je. Ik ga hem omslaan. Acht. Oké, ik klop weer. Nou, ik ga de vogel 1, 2, 3, 4, 5 toeren 26 vaste in het rond haken. Omdat ik altijd heel slecht de tel kan onthouden, leg ik hem even erbij. Dan weet ik met welke toer ik bezig ben. Ja, mijn dampbord is af. Oh, het is leuk! Ja, 5 toeren. Nou, kan je gewoon lekker zen zonder te tellen. Haken. Moet niet te ingewikkeld zijn hè, op zondag. Of je hebt net een zware week achter de rug. Of eentje voor de boeg. Dus zondag is een beetje, gaan we relax doen. Dinsdag en woensdag gaan we verrassen surprise eieren haken. Ja, het moet natuurlijk een beetje aan de Pasen gaan denken. Dus, ik heb geen foto van het ei. Want het is natuurlijk een surprise ei. Geplaatst op de lijst die ik vanavond zal plaatsen met de nieuwe workshops. En daar gebruik je gewoon ook weer gewoon je restjes garen voor. Want dat is een heel klein projectje. Maar wel heel leuk. En die is woensdag en donderdag hetzelfde. Want zoals jullie... Oh nee, dat weten jullie niet. Nou. Hey Ronnie met... Ronnie... Oh, Elke die is met een andere account. Dus Ronnie is niet een nieuwe man. Karin, het dambord, dat laat ik jullie zien woensdag of zo. Maar ik ben nog even bezig met iets extra's. Hi Elke. Ik moet nog even focussen op dit. Maar het is super leuk en het is hartstikke groot. Het is echt wel een soort schootdeken voor op de bank ook. Dus ja, ik ben er erg content over. Maar ik heb er nog iets bij gemaakt wat nog veel leuker is eigenlijk. Dus, maar ik moet de workshop nog helemaal... goed in elkaar zetten. Dus ik ben er nog druk mee. Nee, Elke. Ik had hem door. Ik moest even precies goed lezen. Dat je op de login van je man meekijkt. Dus dames en heren, Ronnie is Elke. Niet Ronnie. Goed dat het werkt. Hey Elke, maak Ronnie ook gelijk even lid van dit YouTube-kanaal. Want... ik heb mijn 9% bijna gehaald van de 100% aantal leden dat ik wil hebben. En ik heb er dus nog 91.000 nodig. Want ik wil 100.000 abonnees hebben, zodat ik van YouTube een award ontvang. En dan ga ik in de badkuip liggen met allemaal bolletjes garen en de award. Dat wil ik zo graag meemaken. Net zoals dat ik ooit in een ballenbak heb willen spelen. Nou, dat is tegengevallen. Dat moet je niet willen als volwassene. Die bal is hartstikke hard. Maar ik heb het wel gedaan. Oké, hartstikke goed. Ronnie is abonnee geworden. Dankjewel, Elke. En we hebben er weer eentje bij. Even kijken. Ondertussen probeer ik jullie in te halen. Want jullie zijn natuurlijk al lang verder aan het kijken, hè, wat jullie hier moeten doen. Nou, ik ga weer even in de zen-modus. Als een malle
doorhaken. Als we dit zo meteen klaar hebben en gevuld, dan laat ik jullie het exemplaar zien zoals het gaat worden, zodat jullie weten wat we vervolgens gaan doen. Nou, dan weet ik wel zeker dat jullie niet afhaken, maar eerst moeten we het afhaken. Afhaken. Nou, dat is weer erg verwarrend. Het is maar goed dat er geen buitenlandse mensen ons verstaan, want die begrijpen er helemaal niks van. Dat wij, in Nederlands hebben wij één woord met verschillende betekenissen, heel vaak. Dat is met een heleboel woorden. In andere landen kennen ze dat helemaal niet. Dus het is voor anderstaligen heel lastig om Nederlands te leren, omdat dat niet te begrijpen is. Lijkt wel een dikke buik, ja. Ja, lijkt wel een dikke buik. Nee, is het niet. Carla mag naar huis. Carla is klaar. Ja, Carla, je hebt gewonnen. Gelukkig geven we geen prijzen weg. Ik ga niet moeilijk doen vandaag. Oh, Marielle is geschipperd. Marielle is getrouwd met iemand die uit een ander land komt. Dus die zal wel heel goed begrijpen wat ik bedoel met de verschillende betekenissen van dezelfde woorden. Oké, ik moet er nog twee. Voordat ik door kan met toer 14. Wat goed trouwens, Carla, dat jij weet dat we... Nou, dan kan ik hem ook wel laten zien, hè? Willen jullie zien? Willen jullie zien wat we aan het maken zijn? Zullen we een keertje het wel van tevoren laten zien? Nou ja, we zijn op de helft. Marielle zegt, wij winkelen bij Scorpion en Gamba. Maar verder valt het wel mee. Scorpion en Gamba. Eens even denken welke winkels dat zijn. Ik vind het wel heel leuk. Scapino en Gamma. Is dat Scorpion en Gamba? Nee, en ik vind Vlaams... Daarom ben ik ook zo blij met onze Vlaamse handwerkvrienden en vriendinnen. Ik vind het altijd zo lief, charmant en vriendelijk. De Vlaamse taal. Nederlands is harder. Bij de Vlamingen vind ik altijd iedereen lief. Maar dat, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Behalve de Vlamingen die hier meedoen. Oké, ik ben er bijna. Maar ik zie dat niemand wil zien wat we aan het maken zijn. Hoe de auto eruit ziet die we aan het maken zijn. En ik heb er zo mijn best op gedaan. Hij is namelijk super schattig. Oké, dan haken we gewoon vlijtig door. Dan zien jullie het vanzelf wel straks. We zijn dus een autootje aan het haken. Oh, Mario wil hem natuurlijk wel zien. Ja, nou moet je even wachten, want ik moet nog één tour. Na de tour 13 dan. Nee, Henny ziet er geen auto in. Nee, maar het is ook nog niet af, Henny. Het is toch ook nog niet af? Het is nu nog een soort eendenkop. Ja, Angelique, ik doe nog even toertje 13. Nee, ik heb het niet verraden. Het werd geraden. En normaal, als Loes het raadt, dan zeg ik het niet. Maar ja, nu heeft... Oh, Carla heeft het geraden. Nee, het wordt geen Volkswagen. Dat is een andere workshop van mij. Hallo, Jeannette. Ik doe even toertje 13 en dan komt hij. Nee hoor, Carla geeft helemaal niet. Ik vind het hartstikke knap namelijk dat je het hebt geraden. Op basis van niks. Nee joh, helemaal geen sorry. Het is geen wedstrijd. Er is niks aan de hand. Ja, dit is een super schattig autootje. En het is dus een heel erg simpel patroontje. Maar ik haak even toertje 13 af. En dan laat ik zien wat we aan het maken zijn. Nou, en dan haken jullie echt niet af. Maar dan haken jullie door. Even wachten, hè. Ik moet het wel een beetje spannend houden. Hij ligt binnen handbereik, maar net buiten beeld. Ik ben er helemaal verliefd op namelijk. Ik wil ook zo'n Cadillac. Maar ja, ik doe het met mijn Peugeotje. Maar de Cadillac die ik nu zo meteen laat zien, is echt een droomauto, een soort Barbie. Nee, ik haak niet met katoen, Karin. Ik haak voornamelijk met acryl. Zeeman, Royal, Saskia, Action, dat soort garen. De projectjes die ik haak, die zijn over het algemeen dat je je eigen keus kan maken. Maar ik heb gewoon ontzettend veel acryl, omdat ik dat gebruik met de workshops die ik geef met breimolens. En dat is het garen wat breimolens fijn vinden. Dus dat.
Zo, ik heb toertje 13 af. Nou. Zijn jullie er klaar voor? Willen jullie hem zien? Oké, ik ben niet heel goed in de wieltjes aanzetten. Nou, dit zijn we dus aan het maken. Dit is de voorkant. Dit is de achterkant. Die heeft rode lampjes, wieltjes. Nou, dat is hem. Dus we moeten nog even doorgaan. Niks ingewikkelds. Het moeilijkste is voor mij dan om de knopen eraan te zetten. Hij is lief, hè? En je kan, als je twee streepjes zwart zo doet, dan heb je ruitenwissertjes. Je kan er een gezichtje van maken, à la Cars. Je kan ze met dubbelgaren maken, dan wordt hij groter. Het is super simpel. Maar ik ga snel door met toer 14, want jullie gaan alweer harder dan ik. Dus, nou, dat was dan even verklappen wat we aan het doen zijn. Toer 14 gaan we minderen. Jullie weten nog hoe dat moet? Ik ga het in ieder geval voordoen voor degenen die niet weten hoe dat moet. Eerst haken we 7 vaste. Nou, 2. Ja, ik denk zullen we ook eens een keertje iets niet meisjesachtig doen, hè? Dus ik maak gewoon mijn eigen roze cadillac. Het minderen, ja, er zijn verschillende manieren om te minderen. En je moet gewoon minderen zoals jij dat prettig vindt. Maar ik vind het prettig om te minderen als volgt. Ik ga gewoon insteken in de eerste steek. Ik pak mijn draad, haal hem terug. Dan steek ik in de tweede steek. Ik pak mijn draad, haal hem terug. Ik heb 3 lussen op de naald, omslaan door alle 3 de lussen. En dat is een mindering bij mij. En dat moet ik 4 keer doen, dus dat ga ik nog 3 keer doen. Maar je mag het doen zoals jij wil. Want... Vergeet nog even te vertellen. Hier gaan we zo meteen overheen borduren. Dus die gaatjes en zo, dat zie je allemaal niet. Dus relax. Het komt allemaal goed. Zie je? Over die mindering daar overheen borduren we dus precies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oh, dat gaat weer niet goed. 7, oh, wel, gaat wel goed. En dan weer 11 vaste. Dus... We haken rustig door. En voor degenen die klaar zijn met toer 15, nou, neem even een stokje koffie, thee of wat dan ook. En dan haak ik hem ondertussen nog even af. Zo, ik moet er nog aan beginnen. Maar ja, jullie weten, want dat had ik gezegd, 21 toeren, dus... En we zijn nu aan het minderen. Dus we schieten al lekker op. Ga ik nu toertje 15 doen. Vijf. En dan weer 4 keer minderen. Precies, we hebben van alles hier in het handwerkcafé. Dus neem lekker wat je wil. Je moet zelf de rekening betalen. Kan iemand de nootjes even doorgeven trouwens? Oh nee, ik mag niet eten hè, op camera. Dat kan niet. 9 vaste nog. Wil je toer 15? Oh sorry. Ja, daar is toer 15. 5 vaste, 4 keer minder en 9 vaste. Proost, Marion. Ah, er zijn de pinda's. Dankjewel. Marion heeft de pinda's doorgegeven. Heerlijk. Goed hoor. Scherp ook. Oké. Okay. Na toer 15 heb je 18 steken over, als het goed is. Heb je ook bitterballen? Ik wil bitterballen. Oh, en dan krijgen we weer heel ingewikkeld. Toer 16, 17, 18 en 19.
is vaste in het rond. Oh, tuurlijk. Heeft weer iemand... In die hoek hebben ze zelfgemaakte appeltaart bij Karin. Lekker hoor. Ik sla hem terug naar toer 15, maar toer 16, 17, 18 en 19 zijn dus vaste in het rond. Maar ik sla nog even terug naar toer 15 voor degene die hebben gemist. Als je hem nou straks af hebt, maak dan even een fotootje en zet die op de Facebookgroep Maak het met Miranda. Hè? Dan maak je kans op een leuke prijs waarvan niemand weet wat het is, maar dat maakt niet uit. Iedere week maak je met welk projectje van de zondagkal ook hebt gemaakt, kans op een prijs. Marco zegt, geef pilsje, dan bent Pasa sleutelhanger maken. Oh, Marco wil een pilsje en die is een paas sleutelhanger aan het maken. Die heeft ook 30 projecten tegelijk, volgens mij. Oké. Gaat het nog goed bij jullie? Zijn jullie nog op schema? Kan ik doorslaan naar de volgende tour? Of zijn jullie nog niet helemaal bij? Als jullie niks zeggen, weet ik het niet, hè? Oké, Pascal is bij toer 9. Geen bitterballen, hebben we geen bitterballen? Ik laat hem nog even hangen hoor. Hier, niks aan de hand. Ontspan, we hebben alle tijd. We zijn nog geen eens een uur bezig. Dus haak rustig door. Angelique die heeft nog last van haar mond. Volgens mij... Angelique, jij was toch naar de kaakchirurg of zo geweest? Heb je nog zo pijn? Hey Anne. Ook weer eventjes binnen. Leuk. We zijn dit aan het maken vandaag. Een autootje. Nou, Angelique, ik hoop dat je snel opknapt. Dus voor de laatkomers... Ja, sorry, ik kan niet meer terug naar de eerste tour. Maar dan moeten jullie even terugkijken. Maar we zijn dit toffe autootje aan het maken. En daar hoeven we niks voor aan elkaar te zetten. Yes! Behalve dat de wielen. Oké, nou, nee, geef het de tijd en ach ja, noem het goed voor de lijn. Maar zorg wel dat je genoeg vocht binnenkrijgt. Een beetje vloeibaar eten. Als je nou die vier toren met 18 steken hebt gehaakt, dan mag je er vulling in gaan stoppen. Niet heel dik. Niet heel vol. Angelique hoeft niet te lijnen. Ja, ik zeg het en ik denk, ja, misschien is dat wel helemaal niet handig dat je aan de lijn gaat. Misschien ben je al hyperslank. Zie, dat bedoel ik. Nou, dan moet je zeker zorgen dat je goed vloeibaar voedsel binnenkrijgt. Oké, volgens mij moet ik er nog eentje. En dan ga ik mijn vulling eens even pakken. Dan haken jullie rustig door. We hebben tot 9 uur en het is pas pak een beetje 8:10, denk ik. Ik heb nog steeds geen klok, hè, want ik moet een nieuwe klok kopen. Tot welke toer haken vanaf 16? Oh, gelukkig. Voor Angelique wordt goed gezocht. En Anne die kijkt nog een keertje terug en die gaat paaskipjes afmaken. 16, 17, 18 en 19. 4 toeren, 18 vaste in het rond. Voor degene die dat vroeg. En dan ga je een beetje vullen.
Ja, met z'n allen een heel wagenpark. Gezellig, joh. In 2 uur tijd. Nou, dat kan best wel als iedereen 2 autootjes haakt. Maar dat ga ik niet doen, hoor. Want we moeten het zo meteen nog lekker opleuken. En dat is niet iets van... We doen een toverstaf en dan is het klaar. We zijn er toch wel een kwartiertje mee bezig, denk ik. Misschien zelfs wel 20 minuutjes. Maar het is wel heel erg leuk. Als je nou inderdaad kleinkinderen hebt... Dit zijn hele leuke cadeautjes voor in de schoenen en zo, hè? Ja, maar ik weet niet of kleinkinderen ook weten dat Sinterklaas kan haken en zo. Of dat er een haakpiet is of een breipiet. Dat weet ik allemaal niet, hoor. Nou, ik had volgens mij mijn toeren 18, 19 en zo gedaan. Dus ik ga enorm veel vulling pakken. Ik trek even mijn hulpdraadje eruit, want ik had een hele lange. Die zit helemaal aan de binnenkant. Oh, ik heb er ergens doorheen gehaakt ook nog. Heel soms gebeurt mij dat ook, hoor. Ook aan het begin zo te zien. Precies. Ik hou van jullie creativiteit. Nee, niet voor hele kleintjes. Niet voor baby's, maar voor kleintjes die het leuk vinden om over het kleed vroom vroom te doen. Daar is het hartstikke leuk voor. Kijk, en alles kan stuk uiteindelijk, zeg ik altijd. Een schaar is het makkelijkste om alles stuk te maken. Dus. Maar het gaat gewoon om gezond verstand, hè? Ik zeg niet dat je dit aan kleine kinderen moet geven. Ik heb uitgelegd dat vullen met kleine plukjes altijd beter is, hè? Omdat je dan mooier kan vormen. Het lijkt niet zo, maar het is echt zo. Dus gewoon kleine plukjes erin stoppen. Zeker net van die kleine projectjes. Goed doorstoppen naar de neus van de auto. Ik verbaas me er altijd over hoeveel vullingen er eigenlijk nog in dat soort dingen gaat. Ja, je kan ook rondjes haken. Ja, zeker. Dan haak 6 vast in de magische ring of 2 losse vanaf de naald. En dan, afhankelijk van hoe groot je ze wil, haak je er nog een toer 2 vast in iedere steek. En dan nou met 12 steken in het rond heb je echt wel een wieltje. En die kan je erop naaien of je kan met textiellijn vastzetten. Dus als je wieltjes wil haken, dan haak je 6 vaste in de magische ring. En dan vervolgens 2 vaste in iedere vaste. En dan hecht je weer af en dan kan je ze gebruiken. Nou, denk je, is dit een auto? Nee, het is nog geen auto, maar er wordt aan gewerkt. Nou, als je denkt dat je een beetje genoeg vulling hebt, dan gaan we verder. Maar eerst wil ik weten hoe de stand van zaken met jullie is, want jullie moeten tot toer 19 doorhaken voordat we verder kunnen. Waar nemen jullie de tijd? Zullen we afspreken dat ik even 7 minuten pauze neem? En dat we dan op 8 uur verder gaan. Zodat iedereen bij is voor de laatste toeren. En dan kunnen we allemaal weer gezellig samen aan de slag. Dus als je nu klaar bent met toer 19, mag je een beetje vullen en wat te drinken gaan halen of plassen. Alle katten zijn de hele dag binnen. Marielle zegt, kinderen zijn heel inventief. Bij popjes voor de kleintjes hoef je bijvoorbeeld ook geen oogjes te haken. Ik doe het ook nooit, hoor. Co en Coco hebben geen gezicht bij mij. En ik heb wel meer dingen gemaakt zonder gezicht. Omdat de hersenen zijn zo intelligent dat datgene wat ontbreekt, dat vult het automatisch in. Een hoop mensen valt het ook niet op dat de coco's geen gezicht hebben. Omdat het brein dusdanig intelligent is dat het zelf invult. Grappig, hè?
Brein is niet te volgen, ingewikkeld. Ik vind Erik Scherder, die neuro-huppeldepup iets, een ontzettend leuke man. Die kan zo goed vertellen over hoe het brein werkt in Jip en Janneke taal. Ja, en natuurlijk zijn kinderen inventief. En natuurlijk kan alles stuk. En, maar daarom bestaan er gelukkig ook grote mensen die nog een beetje nadenken. Kijk, in principe is geen enkel handwerk geschikt voor kleine kinderen. Ah, de ommetje app. Weer iets om te gaan kijken wat dat is. Nou, nog een goede 4 minuutjes en dan ga ik omslaan. Kan je nog steeds, als je niet zo ver bent, verder haken hoor. Maar dan neem ik aan dat jullie wel ongeveer bij toer 16 zijn. Zal ik even een heel klein sneak peekje danbord geven? Dus een heel klein sneak peekje danbord dan hoor. Ik vind het echt zo goed gelukt. Sneak peekje danbord. Ik piek je dan bord. Ik ben echt heel content over, om eerlijk te zijn. Oh, hier zijn ze. Anne, vraag maar. Kijk, en dit zijn de damstenen dan. Dus. Maar woensdag komt de tutorial of de workshop online voor de mensen met de breimolen. Ja, en het valt heel erg mee. Ik heb er natuurlijk weer heel erg over nagedacht hoe we dit soepel konden doen. Ja, die is gemaakt op de kleine breimolen. Ja, hij is hartstikke leuk. Oh, Blokje Om is een wandel-app. Het is niet knap gemaakt, maar het ziet er wel heel erg goed uit. En ik hou van dingen die er ontzettend goed uitzien en toch heel simpel zijn om te maken. Maar daar, van de week kom ik erop terug, want er zit, ik heb extra's gemaakt die zo leuk zijn. Dus... Het is hartstikke leuk als deken. Ik zal eens even, jullie kunnen toch niet, jullie moeten toch nog even wachten. Waar is mijn meetlint? Mijn meetlint is altijd kwijt. Ik heb er een heleboel, maar als je ze nodig hebt, dan liggen ze nooit waar je ze denkt te hebben gelaten. Nou. Ik denk dat hij ongeveer 1,20 bij 1,20 is. Ja, de breimolen met 22 naalden. Het meeste wat ik maak aan workshops is op de breimolen met 22 naalden. Omdat dat gewoon de meest veelzijdige projecten oplevert. En de meeste mensen hebben een breimolen met 22 naalden. Dus, nou, nog 2 minuutjes en dan ga ik omslaan. Dus haak nog even door. Het was leuk om te maken. Ik denk dat ik er alles bij elkaar mee bezig ben geweest. Ik weet niet, ik heb het niet echt geteld. Ik heb hem van de week in een dikke ochtend opnieuw gebreid. Ik heb hem helemaal uitgehaald, hè? Want ik had te weinig vakjes. Nou, Anita, dan kan je je lol op als je hem binnen hebt, hoor. Alles met de breimolen. Tuurlijk kan alles ook met breinaalden. Maar dit is helemaal gebreid met de breimolen. Het zijn allemaal tubes. Maar dat is een workshop. Mario, alles kan ook op die van jou. Zeker wel. Maar dan moet je platte stukjes breien en die tot tubetjes maken. Oké, nog een minuutje. Ik hoop dat jullie allemaal hebben bijgeschreven. Met de grote molen kan je ook allerlei leuke dingen maken. En je kan zelfs dezelfde dingen maken als met de kleine molen. Alleen moet je dan op de grote molen moet je platte stukken breien die je vervolgens aan elkaar zet tot een tube. Sylvia die gaat er van tussen, die gaat lekker film kijken. Heerlijk, lekker tegen je man aan kruipen. Maar dat, ja, in de
afspeellijst van breimolens staan techniekjes om alles te kunnen maken met je breimolen. En die moet je dan eens even kijken. Gewoon Anne zegt iets met door lussen. Oh, ik wil wat losse draadjes als kuifje doen bij kuikens. Nu doe ik ze in een steek en dan door het lusje doorhalen. Ja, dat is hetzelfde als smeernaar knopen. Dat doe je goed, Anne. Dat is hetzelfde als smeernaar knopen. Dat is dit, hè. Hebben we ook bij de hand. Oh, die kast die is toch zo fijn. Dat is hetzelfde techniekje als wat je hier doet. Zie je, want die twee draadjes zijn ook door dat lusje getrokken. Dan moet je ze gewoon knopen. Gewoon dus vast knopen. Dus enkele draden doorheen. Ja. Dus. Dan doe je het als volgt. Kleine. Zit alles niet bij de hand wat je wil hebben. Zo, ja. Dus dan doe je dit. Ik ga zo verder hoor, echt waar. Dan trek je de draad dus enkel er doorheen. En dan knoop je gewoon. En dan kan het niet los. Tenminste, behalve als je het knoopje losmaakt. Dus dat was voor degene die zei van, dit laat los. Ja, dan moet je ze gewoon echt vastknopen. Of minder kort knippen kan ook. Maar ja, dat kan niet als je het al hebt gedaan. Iemand had te weinig vulling. Ja, helaas kan ik daar niks aan veranderen. Ik ga hem omslaan, want we zijn nu ondertussen weer veel verder. Dit heb ik gedaan. En dan hebben we gevuld. Enigszins, niet helemaal, want dat kan natuurlijk niet. We moeten nog haken. Ga ik verder met toer 20. En waar is mijn hulpdraadje? Heb ik mijn hulpdraadje weer kwijt? Het is ook niet te geloven hoe... Het is helemaal niet dat ik een knalgroen draadje niet meer kan zien. Wat is dit nou weer? Ik heb een nieuw draadje voor die laatste toer. Niks aan de hand, Anne. Soms dan denken we gewoon veel te moeilijk. En dit is netwerk, hè? Gewoon even vragen en dan komt het ook goed. We gaan nu haken in toer 20. Voor de mensen die nog niet zo ver zijn, kijk wel even mee. 3 vaste, 1 meerdering. 1 vaste, 1 meerdering, 4 vaste, een mindering, 1 vaste, een mindering en 1 vaste. En dan hou je 14 steken over als het goed is, want we doen 4 keer minderen. Dus op zich, als je goed haakt, dan heb je niet eens je dingetje nodig. Maar ik hou hem er wel bij, want ik klets en ik doe dingen dus. En jullie weten, ik ben al een keer opnieuw begonnen. Kijk, lekker aan het netwerken. Ik zie dat er verschillende opties langskomen, dus dat doen jullie goed. We zijn nu de kont van de auto aan het haken. En hierna moeten we nog 1 toertje. En daar moet ik even over na gaan denken. Want daar, volgens mij heb ik daar iets niet goed bij gedaan. Maar dat is, komt niet heel erg nauw. Even kijken. We hebben er 14 over als het goed is. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maar dat is... Als we die dan... Wacht even, niet opletten. 2,
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, oké. Okay. Okay. Ik heb toer 21 gecorrigeerd, maar we waren daar nog niet. Ja, het komt allemaal hartstikke goed. Ik moet alleen eventjes wapperen. Hoe gaat het bij jullie? Is er doorheen te komen? Ik ben even de opvlieger aan het wegwapperen. Anita is klaar met toer 20. Ja, jij was zo net ook al heel snel bij. Maar we proberen ook even rekening te houden met de rest. Hè? We hebben geen haast. We hebben alle tijd voor deze enorm grote Cadillac. Ik ben ook zeer benieuwd nu al naar jullie kleurtjes. Ah, jullie gaan als een tierenlier. Leuk, spannend. Oh, ik heb even een hele lange opvlieger. Jongen. Oké, 20 ga ik nog even uitleggen. Nou, eigenlijk is het niet meer dan dat er staat. Je hebt 18 steken. In de eerste 3 steken haak je 1 vaste. Ach, Marianne heeft verkeerd garen gekozen. Even overnieuw. 1 vaste in iedere steek. De eerste 3 steken. Dus 3 keer 1 vaste. Dan haak je 2 steken samen. Dan haak je 1 vaste. 2 steken samen. Dan 4 vaste. Dus 4 keer 1 vaste. 2 samen haken. 1 vaste. 2 samen haken. 1 vaste. Dus er staat meer tekst dan dat je moet doen eigenlijk. Oh, ik heb het heel erg warm. Wacht even. Ik moet er even wat uitschrikken. Oh, wat is dit toch vervelend. De kat die denkt, wat gaat ze nou weer doen? Is dat bedtijd? Nee, het is nog geen bedtijd. Ja, Christine, kom je eruit? Er bestaat ook zoiets als een autosloop. Nou, Marianne, het maakt niet uit dat je verkeerd garen hebt gekozen. Nou ja, het maakt wel uit natuurlijk. Maar het gaat om het gewoon even dat we er zijn, hè? En ach ja, Marielle geeft een goede oplossing. Dan maak jij een autosloop in plaats van een autopark. Oh, ik moet mijn jurk terug aantrekken, want dan krijg ik het ijskoud. Oh, vrijdagochtend heb ik gewerkt in de Biep met z'n tweeën. Nou, met z'n tweeën werken in de Biep vind ik geen probleem. Oh ja, demontagebedrijf. En morgenochtend werk ik ook in de Biep met mijn bibliotheek Mattie. Dat vind ik ook even gezellig. En dan heb ik mijn uitjes weer gehad voor de komende 2 maanden. Ja, demontagebedrijf is de nieuwe naam van de autosloop. Het staat chiquer, maar het is hetzelfde. Ja, ik ben er nog hoor. Ik heb mijn jurk alleen weer aan. Oh, kijk Marianne. Kinderen vinden alles leuk. Het maakt ook niet uit hoe oud ze zijn. Mijn dochter die jatte ook alles. Terwijl ze al lang stemgerechtigd en rijbewijstechnisch en zo al volwassen was. Oké. Ik ga nog een heel klein stukje vulling erin proppen. Oh, de auto van Leonie is van de weg gehaald. Wrak van de weg. Henny is vrijdag bij de tandarts geweest. Ja, ik moet eigenlijk naar de mondhygiëniste. Maar ja, ga ik nog even over nadenken. Ik trek per ongeluk weer een steek uit. Oh, de auto van Leonie. Laten we hopen dat het inderdaad de auto is die we nu aan het haken zijn. Oké. Weet je wat het is? Ik heb het weer niet goed gedaan, papiertechnisch. Er waren een heleboel mensen al klaar. Dus ik kan op zich heel voorzichtig vast 21 uit gaan leggen. 1 vaste, mindering. 2 vaste, mindering. 2 vaste, mindering. 1 vaste, mindering. Dus 1 vaste, 2 samen. Dan 2 keer 1 vaste, 2 samen. Nu zie ik niks meer. 2 vaste, 2 samen, 1 vaste. En dat klopt dan precies. Dit zijn 14 steken. En hier was je geëindigd met 14 steken. Dus dan klopt dat.
Dus, nog een keertje toer 21. 1 vaste mindering. 2 keer 1 vaste mindering. 2 keer 1 vaste mindering. 1 vaste mindering. En dan zijn we uitgehaakt. Voor vandaag. Maar ik knal hem nog weer even terug naar 20. Toch tijd zat. En sorry voor de mensen die iets sneller zijn. Ik ga toch ook even gluren. 1 vaste mindering, 2 vaste mindering, 2 vaste mindering, 1 vaste mindering. Nou, dat moet ik toch uit mijn hoofd kunnen, hè? 1 vaste. 2 samen. 2 vaste. 2 samen. 2 vaste. 2 samen. 1 vaste. En het klopt. Oké, ik ga ervan uit dat nu iedereen zo'n beetje toer 20 dan wel heeft opgeschreven of er is. Als het niet zo is, dan hoor ik het. Sla ik hem door naar toer 21 en mogen jullie die gaan doen. En als jullie dat dan klaar hebben, dan knippen jullie de draad af op zoiets. En dan mogen jullie hem doortrekken. Hulpdraadje eruit. En nu ga ik wachten tot iedereen zover is. Deze heb ik met een andere naald gehaakt. Als je er iets anders in ziet, maak er gewoon iets anders van. Want het is een redelijke basisvorm. Het is meer dat de wieltjes en de raampjes er meer een auto van maken. Hebben jullie geen mondhygiënisten in... In het zuiden. Anita heeft 10 vaste. Maakt niet uit. Dan hou je 10 vaste over. Ja, dat klopt. Dat klopt. 14 min 4 is 10. Dat had ik niet opgeschreven. Heel goed. Zo. Puntje op de i, hè? Ik zei toch, in de laatste was iets misgegaan. Maar het klopt wel. En heb je 9 steken, is er ook niks aan de hand. Heb je 11 steken, is er ook niks aan de hand. Komt niet zo nauw. Gaat het allemaal nog goed bij jullie? Lijkt wel een onderzeeën. Ja, precies. Ja. Grappig, hè? Nemo, je kan er van alles van maken. Oh, de man van Loes ziet er ook een auto in. Nou, dan doen we het echt goed. Als een man die geen verstand heeft van handwerk er een auto in ziet, dan... Ja, het hulpdraadje mag eruit. We zijn klaar met haken. Dus, ik heb lekker in de bieb gewerkt vrijdag. Een paar uurtjes gelopen. We waren met z'n tweetjes. De bibliothecaresse die bleek al heel lang in de eentje te werken. En die was echt helemaal klaar mee. En er was heel veel op te ruimen en zo. Dus je had me donderdag, toen ik met jullie live zat, gevraagd of dat ik wilde werken vrijdag. Dus dat heb ik gedaan, vond ik ook even gezellig. En met z'n tweeën in die grote bieb, dat kon wel. En morgenochtend, ik was jullie bijna vergeten. Nou ja, niet jullie, maar ik dacht vanmorgen dus, ik ging bijna de deur uit al. Ik dacht vanmorgen dat het maandag was. Oh, daar ging eventjes iets kortsluiting in mijn hoofd, want dan had ik jullie hele zondagavond vergeten of zo. Gelukkig bedacht ik het op tijd. Oh, de vriend van Henny ziet er iets heel anders in. Ik weet niet of we dat willen weten. Barba, papa. Barba, papa. Barba, mama. Barba, Benna. Benno. Barba, Bella. Barba, Bob. Barba, Bientje. Barba, Benno, Bello, Bob, Bientje.
Bob, Bella, Pientje. Ja, gelukkig is het zondag, dan is het nog geen maandag. Oh, Arjen, die ziet ook een auto. Oh, Henny's vriend zegt een drol. Hi, Ilja. We zijn autootjes aan te maken, Ilja. Maar we zijn klaar met haken. Tenminste, de laatste steken worden door de laatste mensen gehaakt. En dan gaan we hem in elkaar zetten. Nou ja, niet in elkaar zetten, want het is maar één onderdeel. Barbalala, hoe kan ik die vergeten? Inderdaad, dankjewel. Gaan we ook een keer een motor haken? Nou, er zijn heel veel onderdelen die je dan weer in elkaar moet zetten. Marielle is er weer. Heb je lekker gelopen? We zijn dit aan het maken, Marielle. Als jullie zover zijn, kunnen jullie even een seintje geven. Pimmetje gaat alles. Oh, Pimmetje zit te eten. Zit vreselijk te smakken. Oh, jullie hebben maar eventjes gewandeld. Want Marielle ging wandelen met een vriendin. Maar de vriendin houdt niet van regen. En het ging hard regenen, dus wandeling klaar. Oh, en ik zie dat er mensen klaar zijn. Nou, ik laat hem gewoon nog even liggen. Want nu is het meer een beetje kijken wat ik doe en een beetje nadoen wat ik doe. Of naar eigen inzicht doen, want ja. We gaan nu niet mijn sterkste kant doen. En, maar het is wel handig als jullie zien wat ik doe. Jullie hebben de draad doorgetrokken. Dan neem je je stopnaald. En daar doe je dus de draad waar je auto aanhangt in. We altijd even alles aan de kant doen. Zeggen mensen, veel te druk. En Carla's auto is al klaar, hoor ik. Staat die al op de Facebookgroep? Dus dan probeer je je naald in de draad te krijgen. Het draad in de naald gaat makkelijker trouwens. Dat is natuurlijk het probleem nu. Oh, gelukkig. Carla heeft hem ook nog niet af. En wat ik nu ga doen... Kijk, ik heb die steekjes in het rond. En nu ga ik eigenlijk alleen maar... Die V'tjes ga ik alleen maar onder het voorste draadje van de V door. En dat doe ik dan bij alle V'tjes. Bij alle 10. Helemaal in het rond. Nog niet aantrekken, alsjeblieft. Maar gewoon van buiten naar binnen. Bij iedere steek. Doe je dit. Dus. En voordat je hem dicht gaat trekken, want dat gaan we wel degelijk doen, moet je nog even een klein beetje vulling erin stoppen. Dat hij gewoon mooi gevuld is. Oh, deze heb ik al gehad. En deze. Dus dan neem je nog een klein beetje vulling en dat stop je daar dan bij in. Nee, ik ging niet plat dichtmaken. Dus op zich was dat ook een idee. Dus als ik vind dat ik er genoeg vulling in heb, dat het er net niet uitpeilt. Als je knijpt, dan peilt het eruit, maar dat wil ik niet zo. En dan trek je hem heel rustig dicht. En dan, ik doe dat met één steekje, jullie weten dat. Hè? Dan maak ik een knoopje en daar trek ik de boel doorheen. Maar je mag het dichtmaken op de manier zoals jij dat prettig vindt. Geen regels. En vervolgens steek je de draad weer naar binnen. Ik steek hem helemaal door de auto heen. Laat hem ergens anders uitkomen. En dan knip ik hem af.
Als je dan knijpt in je auto, dan floept hij naar binnen en dan is hij weggewerkt. Gaat hij nergens meer naartoe. Nou, nu heb je de carrosserie van je auto is nu klaar. Nou moeten we er een auto van gaan maken. En dan ga ik beginnen met de raampjes. En daarvoor neem ik zwarte draad. Hier ligt er toevallig eentje. Doe ik alleen even de andere naald in. Die ik nu alweer kwijt ben. Het is echt... Oh, ik heb hem gevonden. Hij ligt er gewoon in de buurt. Ik ga nu namelijk eerst de omtrek van de raampjes borduren. Met iets wat volgens mij de steelsteek heet of zo. En dan ga ik laten zien. De voorkant van de auto is de langste kant. Zie je dat? Dus de achterkant is wat korter dan de voorkant. De voorkant. En nou hebben we hier dus gemeerderd, weet je wel. En dat kan je zien omdat, het zijn een beetje een soort van gaatjes. Nou, wat ga ik nu doen? Ik steek gewoon in. Waar ik denk van, dat lijkt me dat straks het raampje moet beginnen. Ik steek in, ik laat de draad gewoon aan de buitenkant er een stukje uitsteken. Dat komt straks. En dan ga ik terugsteken. En dan laat ik hem hier weer eruit komen. En wat gebeurt er dan als ik hem aantrek? Hier krijg ik netjes een streepje. Dan steek ik weer hier in en laat ik hem weer eentje verder uitkomen. En steek weer hierin. En laat ik hem hier eentje verder uitkomen. En dat doe je totdat je denkt van, volgens mij zit wel een punt waar je mooi het raampje kan eindigen. En als je nou kijkt, dan zie je dat het raampje schuin naar boven loopt. Dus dan ga ik hier weer insteken en dan laat ik hem hier uitkomen. Dus eigenlijk in het gaatje erboven, maar dat zit eigenlijk een beetje naar links, rechts bedoel ik. Doe ik daar de draad in en dan moet ik weer hier insteken. En dan ga ik weer eentje schuin hoger eruit komen. Wow. En dan ga ik weer één steekje terug. En nu ga ik hier langs weer gewoon recht ook van die steekjes zetten. Dus laat ik hem hier weer uitkomen. Zie je, nou loopt het een beetje schuin naar boven. En dan ga ik nu... Kijk, die gaatjes die zijn er allemaal, hè? Gewoon Anne die gaat nog even lekker doen wat ze moet doen thuis. Fijne avond verder en tot de volgende keer. Nou, ga je dus met kleine steekjes ga je verder met de vorm van je raampje. Is dit borduren? Ja, hè, dit is borduren. Gelukkig heet dit een handwerkclub en niet een breigroep of een haakgroep. Want anders mogen we niet borduren. Dus zo ga je rustig helemaal door totdat je denkt van, hier moet ik zo meteen weer naar beneden. Ik doe er nog eentje, denk ik. En dan ga ik weer terug borduren naar beneden. En dan de laatste, die komt weer uit waar je bent begonnen. En dan maak je hem af en dan kan je eigenlijk gelijk doorsteken naar de overkant, als je draadje lang genoeg is. En dan ga je daar een soort van hetzelfde doen. Het achterraampje is iets kleiner. Kijk, als je hem doorsteekt. Hoop, dus we beginnen draad. Hoop, wacht. Niks aan de hand. Kijk, zie je? Als je hem doorsteekt, dan is dit af. En deze draad, zometeen dan doe ik de naald weer, die steek ik dan gewoon weer naar binnen hier. En laat ik ergens anders uitkomen. Dan gaat hij nergens meer naartoe. Wonderlijk, maar waar.
Nou, dan ga ik hier dus ook een raampje maken. Nou, ook een beetje op de gok. Een beetje kijken hoe ik dat het beste kan doen. Ik ben geen held in borduren. Maar ik inspireer jullie alleen maar, hè. Er zijn geen regels. Ga ik een klein raampje aan de achterkant maken. Je kan ook raampjes aan de zijkant maken voor de deur. Maar jullie weten, ik ben lui. En ik moet het door de camera kijken, wat ook niet het allermakkelijkste is. Dus ik maak me er weer lekker makkelijk vanaf. Hey. Nou, hier heb ik er één vergeten, maar dat geeft niet. Smokkelen we er allemaal wel weer bij straks. Nou. Nou begint het al meer op een auto te lijken voor de mensen die daar nog aan twijfelden. En dan heb ik dit achterraampje ook klaar. En dan kan je nog eventueel doorsteken en aan de zijkant raampjes maken, maar dat doe ik niet. En vervolgens steek ik de naald helemaal door mijn werkje. En dan trek ik de draad aan. Niet te hard natuurlijk, want zorg wel dat je auto in model blijft. En dan steek ik hem weer op dezelfde plek naar binnen en laat ik hem ergens anders uitkomen. Wel door een gaatje, niet door je garen heen, want dan gaat het mis. En nu grijpt het garen zich in de vulling vast. En dat is een prima manier van afhechten. En dat doe je dus ook met het begin van het draadje. En dan kan je het gewoon, als je denkt dat heb ik vaak genoeg gedaan, kan je het gewoon afknippen. Gaat nergens meer in toe. En dat begindraadje doe je dus net zo makkelijk. Ook een paar keer heen en weer steken door je projectje. En dan gaat hij ook nergens meer naartoe. Oh, Sylvia heeft ook gezellig opvliegers op visite. Fijn, hè? Nou, die gaatjes, dat zien we zo meteen allemaal niet. Hier ben ik echt een steekje vergeten, zie je dat? Nou, zijn we alweer een stuk verder. Is iemand nog aan het haken? Ik ga ook even, ik doe even met je mee, Sylvia. Ik doe ook even mijn vest weer uit. Vest uit, jurk uit, alles uit, aan. Mijn ramen worden lichtblauw, dus ik pak een stuk lichtblauw. Dat is best wel een eentje, want daar zit best wel wat garen in. Je kan kiezen voor dubbelgaren, maar ik ga voor enkelgaren. Nou, wat gaan we dan doen? Nou, we gaan eigenlijk in diezelfde gaatjes. En als je een hele scherpe naald hebt, dan kan je ook door draden heen steken. Maar dat doe ik nu niet. Dus gaan diezelfde gaatjes ga ik weer insteken. Maar ik zorg wel dat ik binnen het kadertje blijf. Zodat ik ook weer binnen de kader uitkom. Ho, binnen het kader eruit kom. Zo, zag je dat? Die ging bijna onder mijn nagel door. Laat de begindraad weer even een stukje naar buiten hangen, want dat hebben we net geleerd. Die kan je altijd weer wegsteken. En dan vervolgens ga ik gewoon heel simpel, ja, eigenlijk het een beetje vol borduren. Probeer het zo te doen dat het kadertje nog goed zichtbaar blijft, dus niet te strak. En dit is natuurlijk geen borduurstramien, dus je moet een beetje vogelen ermee, dat het, nou, door de camera is het niet te doen trouwens. Je moet een beetje vogelen dat het enigszins gevuld wordt. Ik zal even dat andere autootje laten zien. Nou, dit gaat weer heel soepel. Ik zit echt weer op zijn Miranda's. Daar zijn we weer.
komt-ie. Marielle is met een babydoekje opnieuw begonnen. Heb je het hoofd al af? Oh, daar was je mee begonnen. Kijk, zie je? Het is niet heel netjes geborduurd. Maar het is wel, het vult wel. Zie je? En dat doe je aan allebei de kanten. En als je draad lang genoeg is, kan je gewoon doorgaan. Maar ik heb dus gewoon, ja, een beetje gevuld. Ja, ik kan er niet zoveel over uitleggen. Dus is ook weer een beetje doe maar wat, hè. Als het maar wordt gevuld. Oh, Mario vertelde dat ze van de zomer iets had gedaan. En nu weet ik het. Die had de naald onder de nagel gestoken. En toen kreeg ze feit. En dat doet pijn, ja. Bij Ilja gaat het knoopje om het naaldje mis. Ja, het is precies een minuscuul klein handelingetje wat je of goed of fout kan doen. Meer is er niet aan, zeg maar. Ik zal het nog eens een keertje heel groot uitleggen. Lappenpopje. Een workshop moet... tenminste, ik wil geen workshops in delen doen. Dus ik probeer een workshop iedere keer binnen maximaal 2,5 uur te kunnen volmaken. Ik doe altijd alles eerst zelf. Hè? En als ik het zelf binnen de tijd kan, dan ga ik ervan uit dat dat voor iedereen wel een beetje haalbaar is. Maar ik heb nog heel veel ideeën al in de planning staan, hoor. We komen dit jaar wel door. Maar ik ben dus eigenlijk altijd op zoek naar een beetje andere projectjes dan wat we allemaal kennen. En die binnen de tijd doable zijn en voor iedereen te doen zijn. Voor beginners en gevorderden. Maar input is wel altijd welkom, hoor. Maar ik kan niet altijd dan gelijk ook zeggen van ja, dat gaan we doen of zo. Ik moet eerst altijd zelf ook testen. Nou, jullie zien dat je hier wel even de tijd voor moet nemen, hè? Ik zeg altijd wel, hoe meer aandacht je aan dit soort details besteedt, hoe mooier je projectje uiteindelijk wordt. Hoe meer werk je erin steekt, hoe mooier iets wordt. Ik wil niet zeggen dat het ingewikkeld is, maar gewoon, ja, the more effort, the more results. Het duurt bijna langer dan het hele autootje haken, maar ja. Het komt goed. Het wordt echt leuk. En ik ben nu al benieuwd naar de foto's op de groep. Vandaag hebben we weer een prijs mogen weggeven. Iemand die er heel blij van was. Ik heb natuurlijk weer geen naam onthouden, want ik heb het nog niet ingepakt. En nog niet het adres opgeschreven, maar ik heb het wel doorgekregen. En deze dame die blijkt helemaal niet zo ver bij mij vandaan te wonen. Tot onze grote verbazing. Ze had zelfs mijn plaatsnaam vandaag op een ANWB-bord langs de weg zien staan. Nou, dat is toeval. Of dat is toeval. Toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens. En soms dan geloof ik dat ook wel. Het moest zo zijn, zeggen we dan. Nou, kom op. Gaat het bij jullie goed? Ik vergeet helemaal te kijken wat jullie schrijven. Maar jullie zijn misschien wel heel erg druk nu met aan het doen wat ik ook aan het doen ben.
Nou, ik vind het wel goed. Dus nu ga ik naar de overkant. En dan ga ik hetzelfde doen. En zo meteen steek ik dit draadje ook weer gewoon naar binnen. De luciferpoppetjes, ja zeker dat ik die weet. Het is toch net jammer dat ik dat ene stikje hier vergeten ben. Ja, knieshoor die daarop let. Het komt niet vaak voor dat ik zeg dat ik iets jammer vind trouwens. Met mijn handwerk. Meestal ben ik wel content in één keer. Maar ja. Straks ben ik het weer vergeten. Want dan ben ik helemaal blij met hoe die eruit ziet. Nou, en jullie begrijpen dat... De wieltjes eraan zetten, dat doe je dus met naaigaren. En dat is het eigenlijk. Het project van vandaag. Veel ingewikkelder kan ik het niet maken. Ja, dat sluitknoopje, dat ik het gebruik, wil niet zeggen dat iedereen dat moet gebruiken, hoor. Ik vind het gewoon zelf heel handig. En dat is net als met de magische ring. Als je weet hoe die gaat, dan vergeet je het nooit meer. Maar voordat je hem onder de knie hebt, ben je wel even bezig. Ja, ik weet welk knoopje je bedoelt, Ilja. Het knoopje om de naald waar ik de draad doorheen trek. Ik ben geloof ik de enige in heel handwerkland die dat gewoon standaard gebruikt trouwens. Ik zie het zelden anderen doen. En deze auto die krijgt... Wielen met wieldoppen. Dus ik ga 2 laagjes knopen erop zetten. Dat heb ik ook met deze gedaan. Want dit zijn dus ook 2 knopen. Zie je? Dus het worden auto's met wieldoppen. En als je nou een 5e reservewiel hebt, dan kan je die hier bovenop zetten. Op de achterklep. Dan naai je een 5e knoop hier bovenop. Zonder wieldop, want een reservewiel heeft nooit een wieldop. Kijk, de dochter van Marianne is al helemaal gelukkig met de auto zonder wielen. Ja, de opvliegers zijn in de aanbieding. Ik heb een vriendin die heeft er ook zo erg last van momenteel. Komt misschien ook omdat het weer een beetje gaat veranderen. Ik weet het ook allemaal niet hoor, meisjes en mannen. Maar de mannen houden zich wijselijk stil. Ja, Marianne, die dochter van jou, die heeft de punten voor vandaag weer gescoord. Nou, en als je dan helemaal klaar bent, dan kan je die draad gewoon weer helemaal kriskras door je werk heen steken. Om hem af te hechten. En als je dat dan maar vaak genoeg hebt gedaan, dan kan je hem afknippen. En dat geldt natuurlijk ook voor je begindraadje. Ja, ik heb Marielle geprobeerd op afstand te helpen. Maar ik heb er nou voorlopig maar even... Marielle is een beginnend haakster, even voor de duidelijkheid. Dus ik heb er eventjes geleerd hoe ze in de 2e losse van de naald de 6 vaste moet haken. In plaats van in de magische ring. Dan kon ze tenminste lekker doorgaan met het project. Nadat ze een 1,5 dag heeft zitten worstelen.
Nee, maar het is ook niet te begrijpen, de overgang. Dat is ook, ik begrijp er ook niks van. Ik begrijp het nut er niet van. Waarom moeten we nog steeds lijden? Oh, Marielle weet weer waarom ze nooit amigurumi maakt. En dan zijn we nog niet eens wat in elkaar aan het zetten, Marielle. Nou, ga ik eventjes met mijn knopen spelen. Nee, de magische ring is ook niet moeilijk als je weet hoe je hem moet maken. Maar er zijn zoveel filmpjes en ze zijn allemaal verschillend. Oké, ik neem dus 4 wieldoppen. Dit komt uit de knopendoos, hè? Waar ik er niet 1, maar meerdere van heb. En ik heb deze. En deze heeft 4 gaatjes. En de wieldoppen hebben 2 gaatjes. Dus ik ga laten zien hoe ik dat doe. We nemen deze. Ik ga even deze aan de kant doen, want... Ja, we hebben verschillende Marianne, Marionne. We beginnen dames met dezelfde namen te krijgen, want we groeien. We hebben geloof ik al 1200 leden op de Facebookgroep. Ik maak nooit een dubbele ring, want dan hou je altijd een raar lusje over. Ik maak altijd een enkele ring. Ik ga draad pakken. Beetje lengte, ik gebruik hem dubbel namelijk. En dan ga ik hem in mijn naald doen. Door de camera heen. En dan vervolgens ga ik de 2 eindjes aan elkaar. Nou ja, samenknopen heet dat dan. Heb ik Flikker Maastricht teruggekeken? Is het een vervolgaflevering? Dat vind ik al zo irritant. Was wel spannend. Beetje verdrietig. Nou, ik heb een knoopje gemaakt. En nu ga ik de hup-hup-hup-barba-truc dingen doen. Ik ga gewoon met 2 gaatjes vastzetten. Dus ik doe eerst van beneden naar, van onder naar boven. Steek ik door de eerste knoop, de grote knoop. Vervolgens steek ik door de kleine knoop. Dan trek ik mijn draad een beetje door, maar niet helemaal. En steek ik terug door allebei. En dan neem ik die draad waar ik net een knoopje in heb gemaakt. Dat knoopje zit hier. En ik steek mijn naald tussen beide draden door. En dan trek ik de naald. Oh! Ik begin even opnieuw. Dus dan steek je de naald tussen beide draden door. Zo. En dan trek je de naald door alles heen. En dan is je knoop klaar om te gaan bevestigen aan je auto. Ik doe even dat kleine draadje afknippen. Nou, dus nu zit dat vast. Dat is mooi. Dan zoek ik een plek op de auto waarvan ik denk, daar komt die mooi. En dan steek ik dwars doorheen naar de overkant. Ik denk van, nou, dat klopt wel. Nou, dat klopt bij mij nooit, maar ik denk dat het wel klopt. En dan trek ik hem aan. Vervolgens neem ik de volgende grote knoop. En de kleine knoop. En dan ga ik ook weer... dan ga ik ook weer terugsteken door allebei. En dan ga ik weer naar de overkant steken. Je kan ze ook 1 voor 1 eraan zetten hoor, maar ik vind dit gewoon leuker. En daar ga ik weer door beide gaatjes heen. En door de andere 2 gaatjes weer terug. En ondertussen probeer ik hem een beetje op een plek te zetten dat ik denk van, hey, dat past wel. Nou, jullie zien dat ik daar heel weinig aandacht aan besteed. Het is weer even vogelen om de naald weer door de knoop schaten heen te krijgen. Marielle, haken is een kwestie van beginnen. Anders moet je toch even met dat slabbetje beginnen. Nou, en dan ga je dus heen en weer de knopen vastzetten. Oh, de auto van Marielle. Ja, dat kan ook gebeuren. Kijk, alle auto's zijn anders, hè?
Nou, en zo doe je dat dus. Een beetje. En dan ga ik doorsteken naar een ander punt waar de volgende knopenserie gaat komen. En dan ga ik die ook weer aanhechten. En dan weer terug de andere kant op. Nou ja, je knopen aanzetten, je mag het doen zoals je wil natuurlijk. Nee, de ruiten zijn niet beschadigd, ze zijn bevroren. Nou, dan heb ik ondertussen hier mijn laatste setje knopen. En die ga ik ook weer heen en weer. Au! Zo, sorry. De aannaaien. En dan is onze auto klaar. Meer kan ik er niet van maken. Nou, dan kan je dat verder gewoon afhechten zoals jij wil. En dan zijn we binnen de tijd klaar. Nou, dan kan je het afhechten zoals jij wil. En dan hebben we een nieuwe Cadillac. Het is een ander merk. Kijk, deze is wat kleiner. Ja, Marielle, het gaat echt wel lukken hoor. Ik vind deze wielen wel beter zitten dan deze wielen. Ik moet alleen nog even het draadje goed afvechten. Oh, de lichten. Oh, wat fijn. We zijn nog helemaal niet klaar. Dankjewel, Marielle. De lichten, hoe kan ik het vergeten? Och, 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 och. Het blijft lastig bij mij. Zo. De lichten. Ja, de lampen. Goed dat jullie zo scherp zijn. Ja, Angelique, dat is als kind kon ik ook niet haken, hoor. Oké, ik heb rood voor de achterlichten. Ja, sorry. Ik dacht snel klaar te zijn. Ja, dit is niet heel ingewikkeld, hoor. Maar wel goed dat jullie zo scherp zijn. De voorkant is de langste kant, dus de achterkant is de kleinste kant. Nou ja, en wat gaan we dan doen? Je gaat weer insteken. Ergens. Zo. En dan ga je 1. Twee. Kijk hoor. Het gaat niet helemaal goed, geloof ik. 2. Ik kan het niet zien. Drie. En dan ga je door naar de andere kant. 3. Nou heb ik hier een rood puntje, maar op deze kleur zie je dat niet zo goed. Hier ga ik dat ook doen. Gewoon 3 streepjes. Dus 1. Twee. Ja, dit is een onderdeel van een speelkleed, maar dat even terzijde. 3. Nou, dan kan je die draad gewoon weer ook weer er 36 keer doorheen steken. Dat je hem lekker vastzet in dat hele gedoetje. En dan kan je hem afknippen als je vindt dat dit goed is. En de begindraad, die steek je ook gewoon weer naar binnen. Ja, ik denk dat als we het allemaal samenvoegen, dat het best wel leuk is hoor. Inclusief de autowrakken en de kapotte ramen en alles erop en eraan. Hier gaat iets mis. Oh, Angelique zou iets uit willen leggen. Zo, daar was hij weer. Nou, ik steek hem gewoon helemaal er doorheen. Voordat hij weer... Oh, nou hier dan naartoe.
En dan voor doe ik gele koplampen. En dat is ook simpel, gewoon 3 steekjes en klaar. Ja, en je koester het kind in jezelf, want niks is leuker dan kind zijn. Jullie hebben geen idee hoe blij ik word van die spelendingetjes die ik maak. Nou, de voorkant is eigenlijk heel makkelijk. We hebben hier zo de grill. Dan ga je gewoon... Ja, ik kan even kijken. Ik doe eigenlijk de buitenkant altijd. 1. Twee. Drie. Oh, nou 4 dan. En dan ga ik naar de overkant. En dan ga ik hetzelfde doen. Soort van. Nou, dan ga je die draad ook weer naar binnen steken om af te hechten. Ik wist even wat jullie allemaal aan het netwerken zijn, maar ik zeg ga er vooral mee door, want ik zie wel fijne berichten langskomen. Oh, zo. En de laatste draad. En dan is die echt klaar. Lieve handwerkvrienden en vriendinnen. Oh, het verkeerde naald. Ja, persoonlijk uitleggen is altijd een stuk makkelijker, maar dat is nu niet mogelijk. Nou, dat was hem. Dat was de workshop van vandaag. We hebben een autootje gemaakt, tenminste. Daar lijkt het op volgens de dochter van Marianne Drekkenam. Dus, dit hebben we gemaakt. En ik ben heel benieuwd naar die van jullie. Woensdag gaan we ook haken. Beetje kleurtjes. Gaan we surprise eieren haken. Een paar verschillende kleurtjes. Want er zit natuurlijk in de eieren een surprise. En een knoopje heb je ook nodig. En dat is het. Beetje vulling mag ook. Maar ja, eigenlijk heb je gewoon hetzelfde mandje nodig als vandaag. Maar dan gaan we iets anders maken. Leuk, Angelique, dat je hem leuk vindt. Oh, ik heb... Marianne heeft... ik zie nu dat ik hem echt heel verkeerd heb uitgesproken. Marianne heeft een nieuwe achternaam gekregen, zojuist van mij. Drekkenham. Nee, zo heet ze niet. Sorry, Marianne. Ja, voor woensdag. Het is een beetje een verrassing, maar we gaan surprise eieren haken. En ik weet zeker, Marianne Drekkenham... Dat je dochter die... Nee, wie was het nou? Nou, ik weet het niet meer. Ik weet zeker dat iedereen dat woensdag ook leuk vindt. Als je dit leuk vindt, vind je woensdag ook leuk. En donderdag ben ik jarig. Dan weten jullie dat vast. Dus dan doen we hetzelfde. Maar dan ben ik jarig. Dus geen idee hoe het dan met me is. En zondag, dan weet ik nog niet wat we gaan doen. En dinsdag kletsen we gewoon eerst weer bij natuurlijk. Dus, ik ga weer even wapperen. Want er kwam nog net op de valreep even een... Kijk, je ziet het ook gelijk, hè? Een opvliegertje langs. Brom, 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 brom. Oh, dat is niet goed voor elkaar, maar om te doen. Oh, donderdag komen de mensen op mijn verjaardag mee feesten. Leuk!
Nou, gezellig. Heb ik in ieder geval visite. Lieve dames en heren. Ik ga hem afronden. Graag gedaan, deze leerzame wrakkenworkshop. Ik hoop dat, ondanks dat er gebrakken zijn geproduceerd, dat je wel een foto op de Maak het met Miranda Facebookgroep zet. Want je weet het, maakt niet uit. Voor het plaatsen van de foto maak je kans op een cadeautje. Angelique is volgende week ook jarig. Wanneer is Angelique jarig? Ik ben donderdag jarig. En jij? Ja, Anita, werk ze. Dat is ook heel belangrijk. Nou, iedereen lekker slapen. En werken, gezond blijven, lief zijn voor elkaar. En we zien elkaar ergens de komende dagen vast wel weer langskomen. En je mag altijd iets leuks posten op de Maak het met Miranda Facebookgroep. Hè? Puppies, kittens, andere projecten, alles is leuk. Oh jee, ik ga mijn verjaardag voorbereiden, geloof ik. Ik geloof dat het druk wordt. Dag lieve mensen, tot volgende week. Ik ga hem weer afsluiten. Hey, fijne week en tot snel. En lekker blijven handwerken, hè, tussendoor. Als je niet hoeft te werken of het land hoeft te redden. En anders, dan komt het snel genoeg weer. Ik ga nog eventjes verder aan mijn Danbord project. En dan zien jullie dat ook snel genoeg. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!